Nu heb ik echt veel meer zelfvertrouwen en ik sta veel sterker in mijn schoenen. Ik weet wat ik wil. Ja. In mei 2018 ging mijn relatie stuk, waardoor ik mijn woning verloor en stond ik op straat met 3 kinderen. Ik had nooit verwacht dat ik in zo'n situatie terecht zou komen, heel eerlijk. Ik had altijd een beeld van ja, mensen die geen woning hebben, hebben een probleem, een financiële probleem of een emotionele probleem of weet je wel. Maar ja, dat blijkt dus dat dat niet altijd zo hoeft te zijn. Dat kan iedereen overkomen. Ja. Het moeilijkste was dat ik constant van plek naar plek moest en geen continuïteit had voor mij en mijn kinderen. En ja, je voelt je eigenlijk tot last een beetje. Ja. Daar woonde ik dan met 3 kleine kinderen op zo'n kleine kamer. En hier sliep mijn dochter en hier mijn kleinste zoontje. En mijn bed was dan hier. Ja, dat laat me toch weer terugdenken aan dat ik daar was. Mijn contact met hulpverleners was heel frustrerend. Er was geen begrip. Heel controlerend voelde ik me, alsof wat ik zeg niet klopte. Ik was woedend soms, boos, maar je moet je rustig houden. Dus het was eigenlijk een mix van gevoelens waar je doorheen ging. Ja. Want het zijn toch de mensen die je moeten, ja, die je moet helpen. Dus je moet ook weer rustig blijven, je kan niet boos gaan worden. Toen ik met Suzanne in contact ging, gingen we samen de doelen bespreken. Ik was toen in een hele hectische tijd, dus ik gaf eigenlijk aan wat er aan de hand was. En van daaruit kon ik gewoon stapsgewijs de doelen afgaan. En dat voelde heel geruststellend en mijn hoofd was leeg op dat moment. Het was allemaal daar. En dat heeft heel erg geholpen. Dat heeft ook veel meer rust gebracht in mij. Zie je, je hebt al wel heel veel gedaan. Een woning, woonurgentie, dat had je natuurlijk ook al aangevraagd. Het project heeft me geholpen met ja, vele dingen, niet alleen een huis, maar ook de inrichting van mijn huis, de fietsen voor mijn kinderen. En ik voelde me gewoon serieus genomen en iemand die echt daadwerkelijk je wilt helpen. Het heeft me heel sterker gemaakt, wijzer. Ik sta ook sterker in mijn schoenen. Ik voel me echt beter dan ooit.